Israël vecht zoals bekend een stadsoorlog uit in de Gazastrook met hoge verliezen. Ondertussen lijkt de Israëlische politiek ook klaar om de Hezbollah in het zuiden van Libanon aan te gaan pakken. Een invasie, zoals dat in de geschiedenis al vaker is gebeurd, maar nu dus op twee fronten. Ralf Dekker, correspondent in Israël. Ralf, hoe serieus zijn de plannen van het Israëlische kabinet om echt Libanon binnen te trekken? Het zal niet vandaag of morgen gebeuren, maar de plannen zijn serieus. Het is geen holle retoriek, zoals we die wel vaker gehoord hebben hier. Maar het is echt serieus. Het is een serieuze ontwikkeling hier in het noorden, waar dagelijks 50 raketten en drones vanuit Libanon deze kant op worden afgeschoten. En er zijn daar zo'n 70.000 mensen zijn geëvacueerd, Israëli's aan de grens. En willen die ooit terugkeren, dan zal Hezbollah daar weg moeten. Nou ja, en op diplomatieke wijze gaat dat niet lukken, zo vreest men. Dus zal men het met militair geweld moeten doen. Ja, Hezbollah is geen makkelijke tegenstander. Dat heb je ook gezien met die vorige invasie. Ook veel strijders die daar ervaring hebben opgedaan. Daar is die burgeroorlog in Syrië. Hoe kan het Israëlische opperbevel garanderen dat dat nu veel voorspoediger gaat? Dat kunnen ze niet. Inderdaad, in 2006, tijdens de vorige oorlog, die werd eigenlijk gezien als een gelijk spel. En sindsdien is Hezbollah alleen maar sterker geworden. Dus een invasie brengt vele risico's met zich mee. Het zal met name in de eerste fase vanuit de lucht worden gedaan. En nou ja, een stad als Beirut, zo hebben ze al gedreigd vanuit Israël, zal eruit komen te zien als Gazastad, als Khan Yunis. Nou ja, dan hebben we het over dodentallen die nog vele malen hoger zullen zijn, zoals we die nu in Gaza horen. Ja, en Libanon, nou goed, dat heeft Israël natuurlijk een heel ingewikkeld verleden mee, heel lang bezet gehouden, met heel veel doden. Hoe ver Libanon in en ja, wanneer praat je over dat je echt de Hezbollah verslagen hebt? Nou, Hezbollah is inderdaad veel sterker. Ze hebben 150.000 raketten en ze kunnen een stuk beter richten dan Hamas. Het probleem is inderdaad, hoe krijg je ze verder? Ze hebben tijdens de vorige oorlog in 2006 werd afgesloten met een VN-resolutie. En daarin staat dat Hezbollah zich moet terugtrekken achter een rivier op zo'n 20, 30 kilometer van de grens. Nou ja, dat wil Israël nu bewerkstelligen, het liefst via diplomatieke weg. Lukt dat niet, dan met militair geweld. Want je moet niet vergeten dat de aanval op 7 oktober door Hamas, Israël was er altijd van uitgegaan dat Hezbollah zo'n aanval zou plegen in het noorden van Israël. Nou ja, die dreiging die willen ze wegnemen. Ja, en ondertussen is het natuurlijk steeds meer een openlijke proxyoorlog met Iran, voor zover dat nog niet zo was. Dat zien we ook met die aanvallen, die Rode Zee, met de Houthi-rebellen. Ja, de hele regio staat op springen. Inderdaad, de hele regio staat op springen. Een zorgzame ontwikkeling was de dood afgelopen weekend van een hoge Iraanse generaal in Syrië, die verantwoordelijk was voor wapentransporten van Iran naar Hezbollah. Israël wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden. Nou ja, op die begrafenis waren Ayatollah Khamenei en andere hoge mensen waren er allemaal aanwezig. En ze hebben gedreigd met een vergeldingsaanval te zullen komen. Het is de vraag of dat direct gebeurt of dat het inderdaad weer via die proxies gaat. Nou ja, het is inmiddels al Jemen, Irak, Syrië, Libanon. Nou ja, de hele regio staat op springen. Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv, dankjewel.